Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Dirk Kooistra en vandaag is bij mij te gast Laurens Buys, sociaal wetenschapper. Ja, Laurens, welkom. Dank. Fijn dat je kon komen. Er is nogal wat gaande momenteel rond een opinieartikel wat je had geschreven in de Folia. Ja. Waar ging het artikel over en hoe voelde de reactie die erop kwam, zeg maar? Ja, het artikel gaat over woke. Hè? Dus ik heb eigenlijk geprobeerd om een duidelijk statement te maken dat woke wel degelijk bestaat op de UvA. Ik merkte eigenlijk al heel lang dat ik tegen bepaalde normen aanliep in mijn onderwijs en onderzoek, dat mij beknotte in waar ik onderzoek naar doe, waar ik over praat, waar ik over denk. En ik merkte dat op de UvA een idee heerste van, ja, woke is een extreem rechts frame of een rechts frame. Mm. En dat bestaat niet echt. Mm. Ja, en dat werd voor mij zo onhoudbaar, omdat ik er zo tegenaan liep, dat ik graag in een stuk in de Folia duidelijk wilde maken dat woke echt bestaat op de UvA. Ja. En dat het in mijn ogen een steeds groter probleem wordt. Ja. Geef je in het artikel een definitie van woke ook? Ik laat het meer zien aan de hand van een aantal voorbeelden waar ik tegenaan loop. Hè, ja. Omdat ik denk, ja, definitie. Maar goed, ik kan het wel definiëren hoor. Ik zie het eigenlijk als een soort van woke, als een beweging die heel erg bezig is met diversiteit en sociale rechtvaardigheid. Hè, die ook is voortgekomen uit Amerikaanse universiteiten. Vooral bij de social justice afdelingen. Ja. Sociologische en sociaal-wetenschappelijke opleidingen. En dat is een bepaald gedachtegoed, een bepaalde taal. En dat is ook steeds meer naar de UvA gekomen. Ik ben daar zelf ook heel erg door beïnvloed. Dat wil ik ook graag nogmaals benadrukken. Ik ben zelf ook voor een heel groot deel best wel woke. Het is ja, gewoon dus zo. Je was bij één stemmer. Ik was bij één stemmer. Ik ben ook gewoon best wel beïnvloed door het woke gedachtegoed. Zo zie ik dat in ieder geval. Maar het escaleert. Hè? Mm. Het radicaliseert. Er zit een hele extreme kant aan. Ja. En dat is wel heel gaan overheersen. En daar is geen gesprek over mogelijk op de UvA tot nu toe. Ja, want dat is ook een beetje waar je tegenaan liep op een gegeven moment. Ja. In de coronacrisis ook volgens mij. Ja, toen begon voor mij het wel echt, ja. Ja. Het is al langer hoor. Eerder had ik onderzoek gedaan naar anti-homo-geweld. Ja. Naar de daders van homofoob geweld in Amsterdam. En toen vond ik best wel een oververtegenwoordiging van Marokkaans-Nederlandse jongens. Ja. Zij doen het niet alleen hoor. Er zijn ook best veel witte Nederlandse jongens die het geweld plegen. Maar ik vond wel die oververtegenwoordiging. Ja. En daar merkte ik al een kramp. Hè? Dus dat was al 2009. Hè? Dat ik daar heel moeilijk over kon praten. Dat er heel scherp veroordelingen over kwamen. Dat die data werden gewantrouwd door collega's. Mm. Dus toen begon het eigenlijk al. Maar met corona werden bij mij echt de ogen geopend. Hè? Want ik was eigenlijk kritisch op de maatregelen. Ik ben techniekfilosoof. Ik ben een heel erg fan van het werk van Bruno Latour. Daar werk ik al jaren mee. Daar geef ik ook les over. Ik zag die coronamaatregelen opkomen. Ik denk, nou, hier gaat alles mis wat er mis kan gaan. Ja. Dus ik ben me uit gaan spreken. In mijn lessen, ook in stukken en op Facebook. En dat is gewoon helemaal geëscaleerd op de UvA. Dat heeft mij echt. Ik had het gevoel dat ik gewoon echt in een isolement terechtkwam. Ja, want je stond daar eigenlijk alleen in. Ja. Ja. Ik stond alleen. En natuurlijk zijn er op de UvA wel mensen die ook kritisch zijn op de coronamaatregelen. Maar iedereen is toch wel heel erg ingehouden. Mm. En het was heel veel angst. En ik was zelf ook heel erg bang om bepaalde dingen gewoon te zeggen die ik toch gewoon vind. Ja. Ja, dat ik me echt heel erg zorgen maakte dat het beleid in mijn ogen totalitair werd. Dat er ook vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog rechtvaardig waren. Nou, als ik dat zei, dan werd ik gewoon door collega's en in mindere mate door studenten toen nog hoor. Want die staan hier best wel open voor. Maar vooral door collega's weggezet. Ja. Ik heb ze ook een functie verloren bij de summer school, omdat gewoon het niet geaccepteerd werd dat ik dit zei. En dus ik merkte steeds meer van, wow, nu begint het toch wel op te stapelen. Mijn werk naar gender, naar seksualiteit, naar corona. En toen kwam ook nog het hele non-binaire verhaal erbij. Dus dat is een beetje een apart thema. En dat was voor mij eigenlijk wel de druppel. Dat ik denk van, oké, nu ben ik eigenlijk gewoon een paria hier geworden om gewoon wetenschappelijk werk wat ik doe. Mm-hmm. En dit gaat nu echt de academische vrijheid onder druk zetten. Dit kan gewoon niet meer. Ja. Aan de ene kant heb je dus die academische vrijheid die steeds meer in het gedrang komt. Ja. Aan de andere kant ben jij in eerste instantie eigenlijk een beetje meegegaan in het woke denken. Ja, klopt. Hoe
ben je later erop teruggekomen dat je denkt, de grondslagen van woke, daar zit iets grondig mis? Ja. Of is het meer dat de interpretatie die nu vanuit Amerika is overkomen waaien, zit daar het probleem? Of zeg je van, ik was eigenlijk meer wat progressief oud-links en nu heb je intersectionaliteit en ja, zeg maar die nieuwe stromingen waar ik dan minder mee heb. Terwijl bij één waar je op gestemd hebt, denk ik meer binnen de nieuwe stroming valt. Ja, ja. Ja, er zit wel, ik vind wel dat er dingen in het fundament miszitten. En ik heb bij het hele woke-denken, ik vind bijvoorbeeld dat het woke-denken veel te veel voortkomt uit wat ik altijd noem de constructivistische sociologie. Hmm. He, dus een sociologie die heel erg uitgaat dat alles een sociaal construct is. Ja. Dat de hele werkelijkheid voortkomt uit normen, uit taal, uit macht, uit relaties. En dat er eigenlijk niks hards meer is. He. Geen harde, echte wereld is, maar dat alles een construct is. Daar vind ik woke wel heel erg tegen aanschurken. Ik ben in een andere stroming in de sociale wetenschappen, meer vanuit Latour en Science and Technology Studies. Maar ik dacht van, nou, daar is wel een gesprek over mogelijk. Ja. Dat trekken we wel naar elkaar toe. Ik was vooral heel erg aangetrokken tot radicaal sociale rechtvaardigheid. Mm. Dus ik geloof heel erg dat we in een wereld leven die diep patriarchaal is, zoals ik dat noem als genderwetenschapper. Ja. Waar toch heel verstopt allerlei normen over mannelijkheid zitten, witheid, heteroseksualiteit. Dus ja, zo ben ik opgevoed vanuit de UvA om dat te zien. Ik maak me ook zorgen over hoe dat samenhangt met het neoliberalisme allemaal. Hmm. Vanuit de linkse traditie op de UvA. Ja. Dus ja, dat vind ik allemaal in woke. En dat is gewoon waar ik heel erg bij aansluit. Maar wat ik inderdaad op een gegeven moment zag van, er zit ook het wordt steeds meer een soort van façade. Hmm. Dus ik zie het steeds meer als een soort van wolf in schaapskleren. Ik vind woke eigenlijk zelf juist heel erg neoliberaal geworden. Ja, ja. Ik vind het ook heel erg dat het zo goed wortelt op de neoliberale UvA. Die zo, de afgelopen 10 jaar heb ik die zo zien veranderen. Die financieel is gaan herstructureren met de Deutsche Bank. En die geïnternationaliseerd is. En al die geldstromen die zijn omgegooid. En de publicatiedruk. Er was ook een hoogleraar, volgens mij, die moest opstappen. Omdat hij eigenlijk gewoon betaald werd door de bouwlobby of iets. In die, Toch? Ja, dat heb jij niet meegekregen. Nee, daar heb ik niet zo bij. Maar het verbaast me niks. Nee. Dus ik zag dit al langer gebeuren. Dat er een soort van, die neoliberalisering van de universiteit. Die zo steeds meer gaat op output en op prestatie en op productie. En eigenlijk ook wel op keeping up appearances, een bepaald beeld neerzetten van kijk, ons in die ranking staan, weet je wel. Hmm. En terwijl eigenlijk werden de geesteswetenschappen uitgekleed en de sociaalwetenschappen, die steeds meer efficiënter gemaakt en vooral heel veel naar natuurwetenschappen toe. In dat klimaat verbaast het mij niet dat zo'n soort, dat die oppervlakkigheid die ook in woke zit, een soort window dressing van kijk, ons is divers zijn, maar er zit eigenlijk niks achter behalve ego en ideologie. Ja. Ja, dat is wel wat mij niet verbaast dat het op de UvA wortel schiet. En wat bij mij dus gebeurde toen corona begon. Hmm. En ik die repressie zag van corona-kritisch denken op de UvA. Toen werd ik me bewust van, oh, maar dit gebeurt allemaal met die taal van diversiteit. Dus ik werd weggezet, dit is onveilig, hoe ik het breng. En op mijn toon, en op mijn taal, en op mijn manier van praten, en mijn manier van communiceren. En hoe het aankomt, dat ik geen rekening hou met gevoelens van anderen. Allemaal oppervlakkig. Ja, dat ik denk van, maar ik heb hier een inhoudelijk verhaal. Wil er ook nog iemand een gesprek met me aan? En ja, ik breng het fors, maar maak me ook zorgen over oprukkend totalitarisme. Hallo, mag ik even aan de noodklok trekken hier? Dus dat ik dan merkte van iedereen, je moet hier op sokjes lopen. En dat beperkt zo inmiddels het vrije denken en het vrije praten, dat gewoon inmiddels tegen de kern van het wetenschappelijk project ingaat. En daar ben ik me zeg maar langzaamaan bewust van geworden, vanuit ook mijn eigen ervaring op de UvA de afgelopen 2 jaar. Ja, ja, ik vind dat altijd zo... Er zit een hele paradoxale onderlaag onder dat. Dus het is aan de ene kant heel oppervlakkig. Ja. Maar het heeft ook echt normatieve kracht op zo'n instituut als de UvA. Ja. Hoe kan het dat iets wat eigenlijk ook meer ideologisch dan wetenschappelijk is, dat zulke normatieve kracht krijgt in zo'n instituut? Ja. Ja, ik denk dat het dus, kijk, wat is ook een van de dingen die ik wilde zeggen. Ik heb in dat opiniestuk heb ik het vooral gehad over de normen die bestaan en hoe ik daar tegenaan loop. Hè? Maar, en hoe dat mij beperkt in mijn werk als docent en onderzoeker.
Maar ik heb het eigenlijk niet zo gehad over waar ik het wel over heb gehad als klokkenluider. Mm. Hè? Want ik ben als klokkenluider naar het college van bestuur gestapt met een klokkenluidersrapport via de nationale klokkenluiderswetgeving. Ja. En ik heb eigenlijk in dat rapport onderbouwd, dat is een vertrouwelijk rapport, omdat dat hoort bij de klokkenluidersregeling. Daar hou ik me ook graag aan, dus ik ga de details niet uiteenzetten. Okay. Maar ik heb in dat rapport een aantal misstanden uiteengezet die ik heb zien gebeuren de afgelopen maanden op de UvA. Mm. Waarvan ik denk, wow, het wordt nu echt een georganiseerde ideologie. Hè? Mm. Dus dat is ook waarom ik me zo'n zorgen maak. Ik zie dat het eigenlijk internationale trekjes heeft, dat het verbonden is met internationale netwerken die ik wantrouw. Ik zie dat het geld heeft. Mm. Ik zie dat er macht en posities en hoogleraarschappen en hè, dat er een hoop institutionele kracht achter zit. Ja. Hè, en dat dat echt doordringt in de onderzoeksgroepen, in het onderwijs. Hè, dat ik me echt denk van, oké, wacht even, dat woke, waar ik me altijd zo toe aangetrokken heb gevoeld, dat is nu een soort van, ja, dat is een soort jasje, waarmee eigenlijk hier een autoritaire machtsgreep plaatsvindt. Ja, het klinkt misschien heel extreem, maar vanuit die zorg ben ik naar de klokkenluiderswetgeving gegaan. Want kijk, ik doe dit ook niet voor mijn plezier. Hè? Mm. Ik zet mijn hele carrière op het spel. Als je nu kijkt naar hoe mijn werk eruit ziet op de UvA. Het is gewoon vreselijk. Hè? Ik ben totaal geïsoleerd komen te staan. Maak me heel veel zorgen over mijn veiligheid. Ik moet in begin februari lesgeven. Ik heb massa's radicale studenten tegen me. Zijn ze aan het organiseren tegen mij online. Omdat ik dus stelling heb genomen tegen non-binair. Vanuit mijn kennis. Vanuit mijn vakinhoudelijke kennis over androgynie. Dus, en ik merk geen enkele bescherming van de UvA. Wat eisen ze dingen? Of wat doen ze, zeg maar, de studenten? Nou, studenten hebben zo'n, onder andere, dus er gebeurt veel, maar die hebben dus de eisen van de UvA dat ik word geschorst. Hm. En dat ik word ontslagen en dat de UvA het opneemt voor non-binaire studenten, wat de UvA trouwens ook doet. Ja. En dat wil ik trouwens even heel duidelijk zeggen. Dus ik ben vanuit mijn werk, ik doe al 3 jaar onderzoek naar androgynie. Ja. Ik kwam op een gegeven moment in dat onderzoek, kreeg ik allemaal nieuwe inzichten over androgynie. Ja. En als een soort bijvangst, daar was ik helemaal niet op uit, maar als een soort bijvangst kwam ik tot de conclusie, hey, als dit allemaal klopt, mijn interdisciplinaire werk vanuit de psychologie, sociologie, antropologie en biologie over androgynie, ja, dan kan non-binair helemaal niet bestaan. En inmiddels is dat wel helemaal aan het wortel schieten. En zie je iedereen op LinkedIn met die pronouns. En als ik naar een conferentie ga, moet ik aangeven hoe ik moet worden aangesproken. Ja. Mijn studenten kunnen mij aangeven bij de klachtencommissie. Als de voornaam worden gebruikt. Ja, als ik de verkeerde voornaam worden gebruik. Dus ik denk op een gegeven moment, ja, en in mijn ogen is het een pseudowetenschappelijke zeebel. Wat ik gewoon niet kan verenigen met mijn vakinhoudelijke kennis over gender. Iedereen mag het daarmee oneens zijn, natuurlijk. Maar ik kon het niet zeggen, dit, zonder dat ik werd beschuldigd van discriminatie. En dat was weer zo'n punt waarvan ik denk, ja, hou, wacht eens even. En het geweld waarmee ik werd weggezet en beschuldigd van machtsmisbruik en van wegzetten, het ontkennen van het bestaanrecht van een kwetsbare minderheid. Ja. Terwijl ik zie vooral radicaliserende jongeren die zich helemaal vastgraven in zo'n non-binair ideologie, waar ook allemaal zorgelijke dingen mee gepaard gaan. Hun gezondheid, die zijn bezig met gewoon hormonen bestellen op internet, dat nemen. Niet allemaal, hoor. Mm. En mensen agressief bejegenen die ze niet begrijpen en snappen. He, dus ik denk van, ik wil het hier toch kunnen hebben over hoe dingen ook ontsporen. Ja. Die genderbeweging is aan het ontsporen. Waar ik van hou, juist omdat ik ervan hou, wilde ik interveneren. Ik wil het opnemen voor LHBTI. Mm. Maar juist daarom wilde ik me uitspreken tegen ontsporingen. En ja, dan krijg ik dus meteen, ook nu, zelfs als klokkenluider, krijg ik dan de Central Diversity Officer van de UvA over me heen en mijn eigen directeur, die in de pers mijn werk gaan disqualificeren, mij gaan beschuldigen van, dit mag hier niet gezegd worden, dit gaat tegen de inclusieve normen in van de opleiding. Wij staan voor alle identiteiten. Behalve ik denk, die van jou dus. Ja, behalve die van mij. En ik denk, zij zit hier gewoon linksextremisme te verdedigen. En ik ben vanuit mijn wetenschappelijke werk, heb ik kritiek. Ik word weggezet. Maar is het ook linksextremisme? Ik bedoel, zo zie ik het. Ja. Ik vind non-binair, ik vind dat echt een voortvloeisel van die constructivistische sociologie, waarin het soort op een gegeven moment is dat anything goes. Mm. Weet je wel? Je kunt op een gegeven moment, die hebben gender gereduceerd tot alleen nog maar gedragingen en ervaringen en gevoelens. Alsof er geen lichaam meer is, alsof we geen hormonen hebben, alsof we niet miljoenen jaren evolutionaire machine heeft gedraaid waar wij uit voortkomen. Het is alsof we niet in een materiële aarde leven die ons op allerlei manieren begrenst in wat mogelijk is.
En daar wilde ik het graag over hebben. Van, ja. Sorry, maar niet alles is mogelijk met gender. Een hoop wel. Je genderidentiteit, trans, je hebt mannelijke vrouwen, vrouwelijke mannen. Ja, maar ja, misschien is maar het goed, dit niet, wat is het in verschil, mijn ogen. Wat is het verschil tussen gender en non-binair dan? Ik denk heel veel mensen die denken van... ja, het is voor mij één pot nat allemaal. Nou, ja, god, het is non-binair komt eigenlijk voort uit de genderbeweging. Maar non-binair wil juist eigenlijk zeggen van... het onderscheid tussen mannelijk en vrouwelijk is een probleem. In ieder geval ervaren non-binaire personen de man-vrouw verdeling als beklemmend. En die willen daaruit. Die willen gewoon helemaal geen man of vrouw meer zijn. Nee. En die verwachten dus ook van hun omgeving dat ze zo worden aangesproken. Ik zeg dan van... Nou, ga dat verdedigen, maar kom niet aankloppen bij LHBTI, want wij vertrekken vanuit man-vrouw. Ja. Homoseksualiteit bestaat bij de gratie van dat er mannen en vrouwen zijn. Dus ik denk, als we dit binnenlaten, dan krijgen we ook op een gegeven moment, ondermijnen we niet de taal wat ons bestaansrecht legitimeert. Dat er mannen zijn die op vrouwen vallen, maar ook op mannen. Ja. En als we zeggen, er zijn geen mannen en vrouwen meer, of in ieder geval voor sommigen niet... Ja, dan leg je ook een bom in mijn ogen onder dat hele LHBTI-project. Ja, interessant dat je taal aanhaalt. Want er zijn dus woorden die niet meer kunnen. Ja. Woorden die juist moeten, omdat je anders iemand schoffeert. Ja. Nou, misschien mooi om dat non-binair eruit te pakken, om dat een beetje te illustreren. Ja. Want hoe ziet het er praktisch uit? Hoe benader je een non-binair persoon? Hoe bedoel je? Nou, we hebben daar geen sociale kaders voor. Ik zou niet weten, als jij dus niet man of vrouw... Ja. Nou, dan kom je dus in de problemen met hoe je iemand aanspreekt. Ja. Praktisch is het ook lastig. Ja. Als je bij een dokter komt bijvoorbeeld... Ja. Dan heb je gewoon biologische feiten waar je niet omheen kan. Ja. En als iemand iets voorschrijft wat specifiek... Ja. Voor een bepaalde hormoonhuishouding is bedoeld, dan gaat het fout, zeg maar. Ja. Nou, ik vind gewoon van, dat is dus wat ik zie, dat die beweging een beetje aan het doen is. De LHBTI-beweging steeds meer vanuit die druk van non-binair wordt er in geïnvesteerd. Wordt het als een overwinning gezien als erg genderneutrale toiletten worden neergezet. Ja, ik denk van, ja, hoe helpt dit mij bij het neersabelen van het patriarchaat? Ja. Ik vind dat helemaal niks. Dat doet mij helemaal niks. Hmm. Hè? Dus... ik vind dat het vooral een rookgordijn is. Een soort van... het lijkt alsof we emanciperen, maar eigenlijk gebeurt er niks. Hè? Dus, en dan worden er inderdaad op allerlei manieren wordt er geprobeerd om nieuwe omgangsvormen te creëren. Nogmaals, het mag van mij allemaal geïnitieerd worden. Dat mag allemaal. Maar ik mag dan ook zeggen, ik vind het helemaal niks. Ja. Zeker als ik vanuit de positie als wetenschapper dat onderbouw met wetenschappelijke argumenten. Want ik heb op mijn website een uitgebreid... stuk hierover geschreven, een achtergrondstuk, waar ik verwijs naar 4, 5 verschillende disciplines om te onderbouwen waarom dit in mijn ogen een dwaalspoor is. Ik vind dat ik dat mag zeggen. Mensen mogen het oneens zijn, ze mogen boos zijn, ze mogen kwaad worden, ze mogen de deur dichtslaan van mijn kantoor en weglopen, maar niet mij aanmelden als discriminerend, als fout, als slecht, als verkeerd, als iemand die niet op de universiteit thuis had, iemand die geschorst of ontslagen moet worden. Sorry, maar ja, dan kom je aan academische vrijheid. Dat kan gewoon niet. Ja. Was het vroeger wel mogelijk op de UvA? Je bent een alumni volgens mij. Ja. Dus je hebt best wel lange tijd ervaring met, met de UvA. Ja. Volgens mij vind je het ook een mooi instituut. Geweldig. Ik hou van de UvA. Ja. Ja. Dus de revolutie eet zijn eigen kinderen op. Ja. Er is ook dus wel echt wat veranderd. Ja. Op dat instituut. Maar jij bent er... Dat vind ik zo interessant. Je bent er dus in meegegaan. Maar op een gegeven moment trek je aan de bel. Ja. En dan kom je er dus eigenlijk achter dat het vrij oppervlakkig is. Ja. De ideologie... Maar wat mij ook altijd opvalt is dat, we hadden het even over die grondslagen aan het begin. Yeah. Er zijn niet echt grondslagen die jou als fout bestempelen, voor mijn gevoel. Het is meer dat er een soort van sfeer is, dat iedereen ongeveer weet wat wel op dat moment wel en niet kan. Yeah. En dat kan ook zomaar veranderen. Yeah. Dus er hangt iets in de lucht waarvan iedereen aanvoelt van,
Dit kan ik echt niet zeggen. Ja. Ik ga nu mijn mond maar houden, want anders krijg ik problemen. Ja. Anders krijg je wat jij nu ondervindt. Ja. Hoe kan het dat er zo'n sfeer is zonder dat er dus... dat vind ik, ik heb ooit een keer op Twitter... ging het over woke en toen zei ik iets van... joh, als je naar een sollicitatie kijkt van de UvA... dan staat er ook gewoon een bepaald soort jargon in... over inclusie, equity, allemaal dingen waar je eigenlijk... wat natuurlijk hartstikke goed is... maar het staat voor meer dan alleen maar wat er staat. Ja. En je voelt dat aan... Maar ja, er staat SEC gewoon van, we zijn heel eerlijk en iedereen krijgt een kans. Ja, ja. En ik zei dus van, dat is een bewijs voor woke op de universiteit. Nou, iemand van de UvA zei, nee, dat is toch gewoon goed zijn voor elkaar. En als je dat een probleem vindt, dan gaat het niet goed. Ja. En dan denk je van, ja, wat heb je daar eigenlijk tegen in te brengen? Wat... Ja. Nou, dat is ook dus lastig, maar ik denk dat je het heel goed beschrijft, dat er iets in de lucht hangt, hè, waarvan je voelt, dat heb ik dus gemerkt, in bepaalde debatten, gaat bijvoorbeeld ook over klimaat hoor, er zijn ook dingen van die codes, en op het moment dat je het overtreedt, dan voel je het, hè? Dus klimaat, Oekraïne, gender, de multiculturele samenleving, islam, zijn allemaal onderwerpen, corona, heel belangrijke, allemaal van die onderwerpen, die codes hangen, en het hangt inderdaad in de lucht, en dat vind ik dus ook zo apart, van je hebt dan... He, die enorme betrokkenheid, in ieder geval in woord en in communicatie van de universiteit met equity, diversity, inclusion. Maar het is dus kennelijk niet diversiteit van standpunten. Ja. He? Ja. Dus ik denk van dat we toch, nogmaals, ik vind diversiteitsbeleid heel belangrijk. Ik heb zelf een onderneming die organisaties helpt met diversiteitsbeleid opzetten. Ik doe dat al vanaf 2016. Ik geloof dat er heel veel in de instituten van organisaties zit, nog heel veel seksisme, racisme... heteronormen, hè? Dus ik denk daar kunnen we allemaal heel subtiel en onbewust zitten, die verstopt in organisaties. Dat is heel belangrijk om daarmee aan de slag te gaan, maar voor onderwijsinstellingen en überhaupt voor organisaties, het moet natuurlijk niet ten koste gaan van de kernvrijheid. Hè? Mm. Het is meer iets wat er, hè, wat je erbij doet om te voorkomen dat het vrije denken escaleert in agressie naar minderheden of whatever. Ja. Maar je moet natuurlijk dat we die academische vrijheid wel heel erg respecteren. Hm. Hè? En ik denk dus dat die balans helemaal zoeken is van wanneer is nou... wat is nou academische vrijheid en wat is nou diversiteit? Ik heb het dus ook gezien op de UvA. Mm-hmm. Er wordt de hele tijd gesproken over diversiteit... We hebben een diversiteitsbeleid en een Central Diversity Officer... en allemaal ook facultair en per opleiding, allemaal commissies. En iedereen krijgt trainingen en cursussen. Maar we krijgen nooit dat soort trainingen over vrijheid. Hmm. We krijgen nooit dat soort trainingen over wat doen we nou... als we het idee hebben dat we onterecht beschuldigd worden... van grensoverschrijdend gedrag. Of als iemand zegt, ik voel me onveilig over een onderwerp... wat ik als docent moet bespreken. Daar worden we niet in getraind. Hmm. Dus dan denk ik van, ja, het is zo eenzijdig wordt het uitgewerkt... En dat is vooral mijn probleem, hè? Dus waar ik bezwaar tegen wil maken, dat de balans zoek is. Ja. Er zit een bepaald element in van, ik denk dat kijkers misschien denken van ja, je hebt dus een bedrijf waarin je over diversiteit, bij bedrijven eigenlijk probeer je een diversiteitsagenda op te zetten, zodat... Ja. Wat is het doel eigenlijk? Laten we daarmee beginnen. Ze huren jou in, wat gebeurt er dan? Nou, het zijn dus bedrijven die diversiteitsbeleid willen opzetten. En ik ben dus als sociaal wetenschapper die gespecialiseerd is in minderheden... en in een inclusieve samenleving en antidiscriminatie. Toen dat opkwam in Nederland, toen ben ik daar ingesprongen als ondernemer. Mm. Ik ben toen 2 dagen in de week op de UvA gaan werken. En 2 dagen in de week ben ik gaan werken voor mijn eigen bedrijf. En ik ben dus organisatie, want dat vond ik leuk, met 1 been op de universiteit, met 1 been in de samenleving. Ik denk, dan kan ik ook mijn wetenschappelijke kennis toepassen voor organisaties die echt wat willen. En zo ben ik dus organisaties die iets willen, die ruimte willen maken voor verschillen, die onbedoelde normen willen aanpakken, die in de spiegel durven te kijken van, hey, hebben wij misschien onbedoeld hier allemaal grensoverschrijdend gedrag in de organisatie? Hoe kunnen we dat aanpakken? Daar help ik ze mee met trainingen, bewustwording. Ik heb altijd in mijn aanpak gezegd van,
ik ben tegen een fatsoenspolitie. Mm. Dat is wat mij onderscheidt ten opzichte van concurrenten. Dat was al van het begin zo. Ja. Ik kom nooit een organisatie vertellen hoe zij moeten praten, hoe zij moeten denken. Ik kom ze niet vertellen dat ze allemaal moeten vinden dat Zwarte Piet racistisch is. Daar mogen discussies over zijn. Ja. Ik kom ze niet vertellen dat er genderneutrale toiletten neergezet mogen worden. Dat is allemaal aan de organisatie om daar gesprek over te voeren. Maar ik help ze met bewustwording creëren over wat zijn nou de verschillen die hier leven. En ik merkte ook bij klanten, ik heb ook een klant gehad de afgelopen tijd, toen op een gegeven moment ik als diversiteitsbeleid was aangesteld om dat op te tuigen, corona brak los. Ja. En toen waren er ongevaccineerden die zich uitgesloten voelden. En toen merkte ik dus dat die organisatie dat eigenlijk heel moeilijk vond om daar ruimte voor te maken in het diversiteitsbeleid. In mijn ogen is dat ook een minderheid. Ja. Dus ik heb zo'n hele dynamische opvatting van wat is een minderheid. Ja, iedereen is wel eens een minderheid. Je hebt een mening die anders is. Je stemt als enige witte man op de Forum voor Democratie in je team. Dan ben je ook een minderheid. Ja. En ik merk dat dat dus heel moeilijk ligt bij die woke-politie, die ik ook zie op de UvA en in dat diversiteitsland. Ze hebben het heel nauw gedefinieerd. Institutioneel racisme, seksisme, homofobie, weet je wel, van die klassieke diversiteitscategorieën. Ja. Dat is echt leed, dat is echt uitsluiting. Ja. En als ik dan zeg van ja, maar ongevaccineerden ervaren ook stigma en uitsluiting. Ja. Hoe durf je te vergelijken, dat is dan de reactie in diversiteitsland, hoe durf je het leed van een zwart persoon te vergelijken met iemand die er zelf heeft gekozen om geen spuitje te nemen waarmee we ouderen zullen helpen. Ja. En dan denk ik, ja, zie je nu wat er al gebeurt? Er zitten weer allemaal oordelen over zo'n ongevaccineerd persoon. En dus ja, daar zit echt een blinde vlek in het diversiteitsland voor hoe zij zelf eigenlijk ook allemaal vooroordelen hebben en uitsluiten buiten hun denkkader, dat woke denkkader. Ja. Die overlap tussen, laten we het zeggen, wokies en wappies bijvoorbeeld. Ja. Dat zit er een beetje in dat de wokies voelen zich een minderheid. De wappies voelen zich waarschijnlijk ook een minderheid. Maar de een heeft macht in instituties. Ja. En de ander wordt juist buitengesloten. Ja. En dat vond ik ook frappant van de reactie van de UvA, is dat er dus, je kaart wat aan. Ja. En in hun reactie bevestigen ze het eigenlijk. Ja. Door dus, jij bent de klokkenluider, eigenlijk zou je dan voor bescherming krijgen. Ja. Ga je een traject in. Ja. En dan, volgens mij was het in het Parool, dan zeggen ze een heleboel over de zaak en over wat allemaal niet kan en dat mensen beschermd moeten worden. Maar we kunnen er niks over zeggen, want hij is klokkenluider. Ze nemen stelling tegen me in, terwijl het eigenlijk niet mag. Hè? Ja. En ze zijn zich ook niet bewust dat ze stelling tegen me innemen. Hè? Want ze zeggen, precies. Dus hij is tegen non-binair, die moeten we beschermen. Maar we moeten de klokkenluider ook beschermen. En dat je dus op een gegeven moment dan een stelling moet nemen. En dus dat hier een diep ethisch conflict ligt, wat de UvA eigenlijk geen antwoord op heeft. Dat blijkt dus heel goed uit die rare gedragingen in de pers, waarmee zij eigenlijk de klokkenluiderswetgeving overtreden, want zij mogen geen stelling nemen in de pers tegen een klokkenluider. Nee. Zij zijn eigenlijk aan het herhalen wat die klachten tegen mij zijn, waar ik juist bezwaar tegen heb gemaakt. Ja. En dat ik discrimineer. Dat moet stoppen. Ik vind dat laster tegen mij. Maar komen we nu niet bij een beetje bij de kern? Dat het dus, dat is net waar ik het ook over had van, je bent toch niet tegen gelijkheid of je bent toch niet tegen equity? Ja. En daar gaat dus iets van uit. Dat dit is de facto de norm, en dat is goed, en dit is fout. Ja. En dat is dus totaal niet wetenschappelijk. Ja. Vanuit de wetenschap zou je zeggen, nou dan gaan we het bekijken, ook per geval. Van, dat kan ook gewoon variëren. Ja. Jij bent erg met Latour bezig. Ja. Wat zou die over deze mechanismen zeggen die we nu zien binnen het academische apparaat? Ja, het is interessant dat ik het zeg, want voor mijn gevoel kan ik dit ook alleen volhouden, deze rol als klokkenluider in dat instituut. Want het is natuurlijk een gezaghebbend instituut, een wetenschappelijk instituut. UvA is natuurlijk in heel veel opzichten een geweldige organisatie en dan sta ik daar opeens tegenover. En ik ben ook door Latour heb ik denk ik wel een beetje het zelfvertrouwen, dat ik weet van, maar wacht even, er zijn in de wetenschapsfilosofie ook wel hele nieuwe inzichten gekomen door Latour over wat rationaliteit eigenlijk is en wat objectiviteit eigenlijk is. We weten toch dat de waarheid meervoudig is.
dat kennisnetwerken altijd doorspekt zijn van politiek. En dat die politiek beïnvloedt hoe die feiten eruit komen te zien. Mm-hmm. Dus ik ben vanuit dat denken van Latour, van hey, die macht in die wetenschap. Wat eigenlijk gebeurt, is die wordt niet goed gedemocratiseerd. Die wordt iedere keer geïdeologiseerd. Ja. Dus er wordt een ideologie in die macht neergezet. Mm. En dat mag niet bediscussieerd worden. Terwijl ik denk van, ja, maar wacht even. Die politiek, daar moet ruimte komen voor meerdere stemmen. En dat is eigenlijk ook wat ik nu probeer te doen. En zet mij niet weg, maar faciliteer een organisatie en een infrastructuur waarin ik ook kan zeggen wat ik vind. En ik vind het dus inderdaad heel interessant dat op de UvA het bewustzijn er niet is meer. Dat je tegenwoordig op de UvA, ik ben de minderheid. Ja. Want ik ben tegen woke. Maar zij zien dat niet. Dat je inmiddels op de UvA, omdat dat woke zo heeft wortel geschoten, dat ik als criticus op de excessen van woke, niet eens op heel woke, maar alleen op de excessen, dat ik dan op, ik ben nu de minderheid. En dat, dus er is geen dynamische visie op de UvA van wat is eigenlijk een minderheid? En wanneer is iemand eigenlijk het slachtoffer van machtsstructuren? Dat ben ik nu. Ja? Ja. Dus daar heeft Latour mij zeker bij geholpen. Ja. Ja. Als je dan kijkt naar, als je bijvoorbeeld onderzoek wil doen, en dan ga je naar een bepaalde vraagstelling toe, moet je indienen waarschijnlijk. Ja. Heb je ook het gevoel dat als je bepaald jargon gebruikt, of je hebt het over een bepaalde groep, of dat je dan groen licht krijgt? En als je... Zeker weten. Ja. Ik heb het dus nu heel erg, want ik ben dus met die publicatie bezig over androgynie. Ja. Dan probeer ik echt een nieuw paradigma neer te zetten voor gender studies. Ja. En dan geef ik dus ook aan van het interdisciplinair, ik wil de biologie erbij halen. Nou, dat is al vloek in de kerk, hè? Want biologie is essentialistisch. Dan denk je dat gender in de natuur vast ligt. Slecht. Ja, determinisme, ja. Determinisme, hè. Dus, dan, dus bepaalde woorden, en dan kreeg ik zo'n reactie terug van een medewerker, een editor van een platform, een journal. Ja. Ja. En dan zie je gewoon aan hoe die mail is opgegaan. Zitten allemaal gender woke, gender ideologie. Net als bij die sollicitatie. Ja. En als je er wat van zegt, dan ben je gek. Maar die heeft dus haar pronouns in haar handtekening staan. En haar manier van praten. En de manier waarop ze vragen stelt. Ja. Waarom gebruik je niet het woord intersectionality? Mm. En heb je dit wel gelezen? En dan zeg ik, ja, maar dat is juist waar ik kritisch op ben. Ja. En dan krijg je een mailtje terug. Niet eens met antwoord, maar vriendelijk bedankt voor je inzending. Dit gaat het niet worden. Ja. En dat is dan zo'n journal. Dus dat hele gender studies. En daar hoop ik dus ook, dat ga ik me nu in verdiepen, maar dat er internationaal wat meer weerstand is tegen dat dogma wat daar heerst, dat het wat meer kan ademen. Want gender studies is een prachtig vakgebied, wat op dit moment gewoon helemaal gekaapt is door heel radicaal woke denken. En als jij een ander geluid wil laten horen en niet de juiste woorden gebruikt, van intersectionality en zoveel woorden, bepaalde analyses van macht en hoe je moet praten over de rol van kleur en uitsluiting, ja, dan lig je eruit. Ja. Hè? Dus daar moet echt ruimte komen. Ook wat ik merk op de UvA bijvoorbeeld. Ik ben Jungiaan ook. Hè? Latour en Jung zijn er weer. Ja, voor de kijker, het vorige gesprek met Jelle ging ook uitgebreid over Jung. Echt een aanrader. Super. Heel mooi gesprek. Ja, want Jung vind ik ook zo'n denker die echt zo'n grote rol kan spelen in de grote uitdagingen waar we nu voor staan. Ja. Hè, met zijn idee over de psyche, als elke man heeft ook een vrouwelijke kant in de psyche, elke vrouw heeft ook een mannelijke kant, de animus en de anima. Ja. En hoe we dat met schaduwwerk kunnen integreren in de persoonlijkheid. Nou, het is zo fantastisch. Daar ben ik al jaren mee bezig. Op de UvA probeer ik dat dan aan te geven van, nou, dit vind ik interessant, dit wil ik graag in het curriculum, dat studenten daar ook van leren. Maar dat wordt heel snel gezien als fout. Hmm. Want Jung is duaal, die gelooft in dat het man en vrouw, dat archetype en dat yin-yang, dat tweeëge, zeg maar, dat dualisme, dat mag niet meer. En dan zeg ik van, ja, maar ik vind dat dualisme heel belangrijk. Ja. Ja, dat studenten dat leren. En er is ook ruimte voor Judith Butler, hè, van de gender studies. Die heeft gezegd, gender is alleen maar een performance. Ja. Hè, dus dat is ook belangrijk om daar ruimte voor te maken. Ik zie daar ook de waarde van in. Maar het wordt allemaal versmalt. Is het ook niet van gender en performance? Dan denk ik, nou ja, op zich kan dat. Want seksen en gender zijn natuurlijk twee hele verschillende dingen. Ja. Dus dat zou je ook nog los van elkaar kunnen halen. Maar op een gegeven moment wordt dus vanuit dat performativity denken van Judith Butler, wordt op een gegeven moment toch de conclusie getrokken van, ja, eigenlijk is ook
de penis een performance. Ja, ja. En dan denk ik, nee. Ja, dan gaat het nee, wel. Sorry, die zat er al voor dat we sociaal gedrag gingen vertonen. Hè? Ja. Dus, ja, dus daar gaan dan weer dingen mis. Hè? Mm. Dus dat draaft weer door. Er wordt dan weer ontkend dat er zoiets is als een materiële wereld. Ja? Waar, die ook waar komt die drang vandaan? Om gewoon dingen die iedereen ziet en voelt te ontkennen. Nou, kijk, gender studies is voortgekomen. Hè? Uit, ja, misschien even, even bij het begin beginnen. Er was een psycholoog in Amerika. Die heeft toen, seksuoloog was het ook volgens mij. Ja. De naam ontschiet mij. Ja, mij ook. Money? Money. John Money. Klopt. En die heeft toen, dat is ook een heel tragisch geval uit voortgekomen, maar die heeft het concept gender op de kaart gezet. Toen heeft hij ook dingen met transseksualiteit gedaan, een operatie, en dat ging niet helemaal goed. Mm-hmm. Maar dat concept gender, wat op zich natuurlijk jargon is waarmee je dus over het spectrum wat iedereen in zich heeft. Iedereen heeft een mannelijke en een vrouwelijke kant, net zoals Jung ook zegt. Ja. Maar dat is een beetje het vertrekpunt van gender dat wordt geïntroduceerd. Precies, dat gender is eigenlijk van, hey, er zit een sociale kant aan seksen en aan seksualiteit. Hè? En dat is eigenlijk de rollen die we opvoeren en de normen die er heersen in de samenleving. De fluiditeit die er is van gender, dat je het ene moment, je kunt je op een bepaalde manier kleden, op een bepaalde manier voelen. Dat herkennen we denk ik allemaal wel. Hè? Ja. Dat we soms ons wat kwetsbaarder of vrouwelijker voelen en soms wat mannelijker. Hè? Dus dat zitten allemaal energiestromen in ons die fluïde zijn, dynamisch zijn, die tot verschillende rollen in uiting komen, verschillende sociaal gedrag. Dus dat is wat gender studies helemaal heeft blootgelegd. En natuurlijk zat er in gender studies vind ik ook heel goed, altijd ook een machtsanalyse. Mm. Van, hey, wacht even, in dat hoe we nu denken over gender, wint mannelijkheid boven vrouwelijkheid. Hè? Ja. Dus toch een samenleving waarin die vrouwelijkheid ondergeschikt is. Hè? Dus zo kwam ook Simone de Beauvoir, vroege gender study. Ja. Die zei van, ja, die vrouwen, wij worden door de samenleving onderdrukt. Wij zijn niet geboren als het zwakke geslacht, maar wij worden gemaakt tot het zwakke geslacht. Mm. En zo kwamen die inzichten, halverwege de 20e eeuw, van wij moeten kritisch gaan nadenken over hoe we nou gender in onze samenleving een rol vormgeven, hoe we daar kritisch op kunnen zijn. Nou, dat is allemaal gewoon fantastisch geweest. Hè? Ja. Dus die gender studies heeft een hele mooie basis. Ja. Ja, maar de vraag die nooit goed is opgehelderd, is hoe verhoudt dit hele vraagstuk zich nou, van die culturele, sociale invulling van gender, tot andere inzichten die we hebben uit andere vakgebieden, de evolutiebiologie, daar moeten we toch heel veel ontzag voor hebben. Ja. Er zitten ook wel wat rare normen in vanuit Darwin, die was ook een beetje seksistisch in zijn werk, maar is later allemaal weer opgelost. Ja. Dat is gewoon een fantastisch vakgebied, de evolutiebiologie. Dat was misschien ook mooi inderdaad, dat zeggen, het is later opgelost. Je zou juist zeggen dat jij ageert ergens tegen in een goede wetenschappelijke, met goede wetenschappelijke methodes, is dat oké. Okay. Ja. En kun je dus dingen bijstellen. Ja. Wij zitten in een paradigma waarin je bepaalde dingen die zijn, daar kun je niet aan tornen. Ja. En dat is nu volgens mij heel erg aan het veranderen, zeg maar. Ja. En die verandering zit hem nou juist in dat je dus eigenlijk wat we heel, en misschien is het dat ook wel heel fundamenteel hieraan, is dat binnen de wetenschap, je hebt bijvoorbeeld over paradigma gesproken, Kuhn en Popper hebben een debat gehad over wat is de functie van wetenschap, falsificatie, et cetera. En die waren het grondig met elkaar oneens, maar Daar komt heel veel uit. Ja. En er wordt nog steeds aan gerefereerd. Ja. Juist omdat er een conflict is. Ja. En nu is er een conflict en weg. Ja. Dat is nu de reactie. Zeg In ieder geval op de UvA nu bij mij, zeker. Ja. En ik vind het ook interessant wat je zegt. Want je doet een soort pleidooi voor levend meningsverschil. Ja. Een levend debat. Ja. Dat is toch een beetje de kern van de wetenschap. Heel vruchtbaar lijkt Heel me. Vruchtbaar, komt heel veel uit. Dus laten we, ik probeer al langer aan de UvA te zeggen, jullie zouden blij met mij moeten zijn. Dat ik als enige mijn kont tegen de krip gooi en tegen de coronabeleid ga zitten. Ja. En dat we, ik ben mijn eentje hier verantwoordelijk voor dat we het pluriforme debat overeind houden. Ja. En ik wil zeggen van de UvA heeft dat mij ook geleerd. Toen ik op de UvA begon, 2007, 2008, ik kreeg les over pedofilie, over dierenseks, over luierfetischisme.
Jan Maat werden we vanuit de politicologie, hè, Meindert Venema, Gert Hekma, maar ook Rieneke van Dalen, Francis Gouda, Bart van Herikhuizen, Ali de Recht. Ik sta in een traditie van mensen, dat waren gewoon allemaal vrijdenkers. Mm. En dan kon je het mee oneens zijn en soms ook geschokt raken. En ik zeg niet dat daar alles goed ging, hoor. Ja. Want als je die radicale vrijheid hebt, kan het ook ontsporen. En je kunt elkaar natuurlijk onnodig pijn doen. En daar komt diversiteitsbeleid dan weer van pas. Mm. Maar die vrijheid van, we verplaatsen hier in elk standpunt, elke stem mag hier zijn, dat heb ik van de UvA. Ja. Dat was zo uniek, joh, die UvA, ja. Toen ik kwam. En in het Spinhuis, in het Binnengasthuis, in het Oost-Indisch Huis zaten we daar met z'n allen. Allemaal verschillende stemmen. Nogmaals, niet alles ging toen ook goed. Ik wil het niet helemaal romantiseren. Maar er is wel echt iets verloren gegaan. Toen ook die neoliberale machine over de UvA ging draaien. Ja. En dat steeds meer efficiënter werd. En iedereen ging praten opeens over overhead. En dat we nog maar 30 boeken in onze kast mochten hebben. Omdat 1 vierkante meter kost zoveel geld. En die oude UvA, die was helemaal volgestouwd met boeken. Mm. En rookte hoogleraren stiekem op een kamer, weet je wel. Ja. Ja, en nu is het allemaal veel te steriel en neoliberaal. En is er dus iets verloren gegaan. Een soort van openheid, een frisheid. Wat ook hoort in mijn ogen bij Amsterdam. Die binding met de stad vind ik ook zo verloren. Omdat het nu zo'n internationale... Er wordt allemaal Engels gesproken, Engelstalige opleiding, internationaal wetenschappelijk veld. En die Amsterdamse stad, die toch dat belichaamt, die vrijheid. Ja. Die connectie is ook een beetje verloren gegaan. Dus... volgens mij is er iets heel fundamenteels misgegaan in het bestuur van de universiteit de afgelopen jaren. En ik denk wat er op de UvA gebeurd is, dat dat veel groter probleem is op veel meer andere universiteiten. Ja, het is wel grappig dat je inderdaad zegt van, joh, toen ik op de UvA zat, had je dus ook de kans om gekwetst te raken. Ja. En dan zou je eigenlijk zeggen van, joh, dan wil je gewoon een infrastructuur hebben, dat je naar je decaan gaat of... ja, dat je zegt van, joh, dit viel echt niet goed bij mij. En dat je dan zegt, nou, dat is mooi, daar hebben we iemand voor, daar kun je over praten. Ja. Dan kun je het een plekje geven. Ja. En misschien dat je een goede rebuttal, een goed antwoord erop kan geven de volgende keer. Ja. Is dat ook niet een beetje, ja, als jij, als dat heeft niet zozeer met diversiteit te maken, maar meer met het bestendigen van iemand. Ja. Hoe divers je opvatting ook is. Ja. Zit daar ook niet gewoon iets mis? Dat het dus... eigenlijk ga je ervan uit van, we willen dingen voorkomen. Ja. In plaats dat je zegt van, we willen dingen goed afhandelen. Ja, ik denk het wel. Ja. Ja. Als ik dit hoor, dan denk ik ook een beetje aan, hè, binnen dat woke gedachtegoed wordt kwetsbaarheid zo vereerd. Ja, ja. Maar ik denk ook van, we moeten het ook hebben over weerbaarheid. Ja. We hebben een samenleving waarin mensen, dat soms denk ik wel eens aan mijn UvA-studenten, als ze al door mij gechoqueerd zijn. Ja. Nou, sorry, maar ga eens in de boterbuizenwereld kijken. Ja. Waar we toch allemaal in moeten lopen. Ja. Ik zou toch hopen dat we op de universiteit mensen afleveren die met argumenten tegen een tegenstander in kunnen gaan. Als je Jordan Peterson zo verschrikkelijk vindt, dan hoop ik dat wij een UvA hebben die onze studenten leert hoe je die van de kaart kan vegen met argumenten. En niet zegt, trigger warning, je overtreedt mijn safe space, jij moet gecanceld worden. Ja. Ja, dus dat is gewoon weerbaarheid. Oké, wow, wat doe jij in de echte boze buitenwereld? Hè? We leven in een gevaarlijke wereld op dit moment. Ja. Ik hoop dat onze studenten zich ook daarvoor gewapend worden. Om dus dat diversiteitsgedachtegoed, wat ik ook belangrijk vind, om dat overeind te houden tegenover je vijanden met argumenten, zonder ze te cancelen, dan ben ik veel geloofwaardiger dan wanneer je zo'n krampachtige sfeer overeind houdt van cancelen, oh, je kwetst me zo erg, dit mag niet, je bent verkeerd, je machtsmisbruik. Dat overtuigt de wereld niet mee. Nee. Oké, dus we hebben een sfeer. Iedereen voelt aan, wat kun je wel zeggen, wat kun je niet zeggen. Ja. We hebben de wetenschap die eigenlijk steeds minder over de methode gaat en steeds meer over oppervlakkige zaken met een jargon waardoor zoals die mail die je beschreef van je schrijft dan naar een journal en er komt eigenlijk nul inhoud terug, alleen maar wat omgangsvormen zou je niet over dit oppervlakkige onderwerp iets moeten zeggen. Ja. Waarom gebeurt dit allemaal? Je stipte het al een beetje aan, onder andere geld waarschijnlijk. Ja. Wat is de rol van het geld
binnen de diversiteit en inclusie? Je hebt zelf een bedrijf erin, dus eigenlijk ben je ook expert. Ja. Ja, dus ik denk van laten we kijken naar die wetenschap. Ik denk dus wat ik ben heel erg beïnvloed door het werk ook van Shoshana Zuboff. Die heeft geschreven over surveillancekapitalisme. Mm-hmm. Ik ben dus ik ben ook beïnvloed door Matthias de Smet. Ja. Zijn fantastische werk over totalitarisme, die hier ook vaak te gast is geweest. Ik vind dat een fantastische wetenschappers allebei. Ja. En ik denk dat zij een belangrijk punt maken. Ik denk dat we in een totalitaire, autoritaire tijdgeest leven. En die wordt aangejaagd door een bepaald soort neoliberaal kapitalisme. En die eigenlijk een opmars maakt. En ik zie dat woke eigenlijk een beetje als een soort dienstmaagd van dat surveillancekapitalisme. Het is een manier om dat agressieve kapitalisme een soort vriendelijk gezichtje te geven, waardoor wij niet zien dat er eigenlijk een autoritaire machtsgreep plaatsvindt. Ja? Mm. En ik denk ook dat het belangrijk is om te zien van waarom heeft die coronapandemie nou zo kunnen ontsporen. De wetenschap heeft daar ook een grote rol in gespeeld. Hè? Ja. Dus de academische vrijheid is al heel lang in gevaar. Ja. De virologie en alle mensen die kritisch waren over deze vaccinatietechnologie, over de manier waarop dat werd omgezet in beleid, over de manier waarop het groot kapitaal ermee aan de haal is gegaan, op de manier waarop processen zijn versneld om die erdoor te jagen. Daar zijn gewoon een hoop mensen kritisch op geweest, maar die zijn allemaal weggezet als antivax. Zeker. Wat mij nu gebeurt met ik ben discriminerend en extreem rechts. Dus er hangt een soort sfeer in allerlei vakgebieden. Die politiek die er is in universiteiten, die is niet goed georganiseerd. Daar zit een soort autoritaire sfeer overheen. En dat heeft dus grote invloed, dat dringt de samenleving binnen. Hè? Mm. Dus die wetenschap die speelt een hele grote rol in de uitrol van die totalitaire tijdgeest. Hè? Ja. Dus we zien het in het genderdebat, die ontsporingen die daar plaatsvinden, die komen voort uit de wetenschap. We zien het in de virologie, het komt voort uit de wetenschap. Hè? Dus we zullen die wetenschap echt moeten gaan democratiseren. Hè? Niet doen alsof dat allemaal maar mensen zijn die bezig zijn met objectieve waarheid, waar niks mee te maken heeft. Nee, die mensen zijn bezig met politiek. Ja. En als we dat niet gaan zien, dan wordt daar misbruik van gemaakt. Ja. En misschien ook erkennen dat de wetenschap, met een lidwoord ervoor, Latour zou zeggen, dat bestaat niet, toch? Nee, het zijn de wetenschappen. Ja, wetenschappelijke praktijken. Interdisciplinair kijken. Ja, dus ook wetenschap is een mensenwerk. Hè? Dus ook, want we hebben vaak, zie ik ook bij studenten, die komen op de UvA, die denken, wow, wat doe ik hier aan dit instituut? Die denken dan dat de wetenschap een soort god is. Ja. Alsof die voor de natuur spreekt. Ja. Alsof dat een soort autonoom instituut is wat boven de wereld hangt. Mm. Maar het is natuurlijk mensen. Het is een groep mensen. Laten we zo alsjeblieft naar wetenschap gaan kijken. Ja. En die mensen die hebben dezelfde eigenaardigheden als onze ouders en vrienden en familie. Ja. Die kunnen onderdrukken, die hebben ego's, die willen naar boven likken en naar onder trappen. Ja. En die moeten ter verantwoording worden geroepen. En er moeten safety mechanismes komen, omdat we met checks en balances dat kunnen controleren. En dat gebeurt gewoon niet goed nu. Ja. We hebben daar veel te veel naïef vertrouwen in van, oh, die wetenschappers die komen wel met objectiviteit. Zo werkt het gewoon niet. Nee. Het is een methode en daar kun je hele mooie dingen mee doen. Ja. Maar mensen moeten het doen. Precies, inderdaad. Inderdaad. De wetenschappelijke methode is natuurlijk fantastisch. Die moeten we ook beschermen. Het is natuurlijk geweldig dat dat is opgekomen vanaf de verlichting, dat wetenschappelijke denken. Maar inderdaad, we hebben toch te veel, dat heb ik ook heel veel van Latour geleerd, van we hebben de natuur en cultuur uit elkaar getrokken. Alsof er een subjectieve wereld is van cultuur en dan de objectieve natuur. En de wetenschap spreekt voor die natuur. Ja. En die komt de cultuur vertellen hoe de wereld in elkaar zit. Ja. Ja, dan heb je een soort beeld van wetenschap alsof het dus los is getrokken. Ja. En dat is niet zo, want het zijn mensen. Wij doen het, die wetenschap. Ja. Ja, dus laten we daar kritischer naar kijken. Ja, ja. Ja, het is wel mooi dat je Jung ook erbij haalt in het gesprek. En we hebben het even over archetypes gehad. Yeah. Je zei net van ja, het is ook heel erg dat slachtofferachtige. Yeah. Je hebt het archetype van het slachtoffer. Mm-hmm. Je hebt het archetype van de held. Yeah. Zie jij een is het ook niet misschien juist om als je in die rol, als je het archetype van het slachtoffer aanneemt. Wat gebeurt er dan met je, denk jij? Of misschien vanuit Jung bezien. Ja, dat is interessant. Ik ben ook benieuwd om jou daarover te horen. Maar wat ik in ieder geval zie, ik vind die woke wel een slachtoffercult. Ja. En heel effectief.
Ja. Heel effectief. Hè? Dus dat is toch heel erg van... ja, ik zie dan dus dat je aanzien geeft, status, bescherming. Hè? Ja. En dus interessant genoeg, dat is in mijn ogen de echte slachtoffers, wat ik op dit moment toch ben van woke. Is dat ook niet, wat jou een beetje aansprak in het begin? Ja. Sylvana Simons is ook gewoon goeie. Heel... Ja. Hè? Ja, en ik ben dus altijd, weet je, want er wordt vaak een beetje denigerend gedaan over slachtoffers. Ja. Van, oh, je zit in de slachtofferrol, dat mag niet. Ja, ja. Maar daar wil ik dus toch weer aanspreken dat het ook heel veel moed vergt. Om te zeggen, dat wil ik ook iedereen aanraden in zijn eigen leven, dat weet ik van mij als homo zijn en uit de kast komen. Ja. Dat is gewoon voor een heel belangrijk deel erkennen van shit, ik ben gewoon echt een slachtoffer van deze samenleving. Ja. En daar ga ik nu eens heel hard over huilen. Ja. En mensen in mijn omgeving op aanspreken dat ik me niet fijn heb gevoeld al die tijd. En dat daar heel veel leed is aangericht. Ja. He, omdat ik niet lekker paste in de samenleving, in de groepen, in de familie, in vrienden. En niemand zag het. Ja. En dat is niet alleen mijn probleem. Jullie hebben er ook al bij. Ja, precies. Want een archetype is per definitie niet je identiteit eigenlijk. Nee. Precies. Archetype delen we. Precies, dat delen we. Dus je bent soms, is de ene persoon een slachtoffer dan het ander. Ja. Ja, dus ik denk, het slachtofferdenken is heel goed, maar het is op een gegeven moment in dat woke is het dus een soort van vrijbrief geworden, een carte blanche die je altijd kan trekken, ook als je even geen zin hebt om te studeren, of als je iets te moeilijk vindt, of als je iets te lastig of te confronterend vindt, dan trek je die slachtofferkaart van, ja, dit vind ik te kwetsend, en dan wordt dat dus continu gemobiliseerd. Dat vind ik ook zo erg, dat authentieke... activistische strijd, waar slachtofferschap toch heel bij hoort, wordt eigenlijk nu misbruikt voor een agenda van je eigen zin doorduwen, anderen de mond snoeren. Ja. Dus dat maakt me ook zo'n zorgen over. Hoe kijkt de samenleving nu nog naar gender studies, naar woke, naar activisme? Is er nog draagvlak voor een homo-agenda? En gaat het pendulum juist niet? Precies, denken mensen na op zo'n manier, dan zal die hele LHBT-beweging wel allemaal... Ja. We moeten dan maar weer weg. Ja, en je gaat hetzelfde jargon gebruiken. Ja. En dan denk je, oh, heb je er weer zo heb je er weer zo heen. Ik word zelf al helemaal moe van die LHBTI-beweging in Amsterdam. Ik kan ook bijna niet meer... heb je ze weer met een pronouns, weet je wel? Ik vind het zelf al erg. Hmm. Terwijl ik weet wat ik eraan heb gehad en hoe geweldig het is. Hmm. Maar ik ben zelf ook helemaal moe ervan. Dus dan denk ik, hoe moet dat voor de rest van Nederland zijn? En hetzelfde met gender studies. Alsjeblieft... Ik hoop dat Nederland er vertrouwen heeft dat er in de gender studies, dat het een hele mooie wetenschap is. Dat dat niet alleen maar woke BS is, om het zo maar even te zeggen. Ja, eigenlijk heeft het ook steeds minder met gender te maken, krijg je het gevoel. Hè? Dat die, dat het een soort gekrenktheidsstudie wordt of zo. Ja, en dat wil ik dus toch even benadrukken. Dat we uit de gender studies heel goed weten... dat de patriarchale samenleving 12.000 jaar geleden pas is begonnen. Mm. Dat we als mensen veel langer hier op aarde leven... en op andere manieren hebben geleefd dan we de afgelopen 12.000 jaar hebben geleefd. En dat we dat niet meer zo goed in kaart hebben... hoe wij anders kunnen leven. En dat gender studies echt kan helpen met de wereld... van hoe kun je op een andere manier leven met meer ruimte... voor gevoelens, voor intuïtie, voor emoties, voor het onbewuste, voor archetypen... He, allemaal dingen die we zijn vergeten in deze wereld. Ja, ja, het is interessant inderdaad. Met die je zou eigenlijk ook kunnen zeggen dat je, en misschien ook naar je collega's toe, van joh, ik probeer de toko te redden, want als we zo doorgaan, dan gaat het fout. Gaat fout. Maar het gaat door, want, en dan komen we toch ook weer een beetje bij die geld... kwestie uit, voor mijn gevoel. Het is internationaal. Hè? De implicit bias test bijvoorbeeld, die in Nederland al bij heel veel bedrijven, wat overigens volgens mij ook al, wat ze dan populair debunked is. Hè? Mm-hmm. Dus zo'n implicit bias test zegt eigenlijk helemaal niet zoveel. Daar ben ik het niet mee eens, maar goed, okay. Nou ja, er zijn dus... Maar hij wordt op allerlei manieren misbruikt. Die bias wordt heel problematisch gebruikt, die bias test, En dat vind ik dus ook wel interessant, want er zijn heel veel, kleine problemen in mensen hun leven. Ja. De microaggressions en al dat soort zaken. Ja. Implicit bias, dat zijn allemaal van die dingen die zijn eigenlijk een beetje ongrijpbaar, want het is je onbewust. Uh-huh. Je doet het niet bewust, dus een racist die is gewoon actief bezig met het haten van zwarte mensen. Ja. Maar iedereen heeft een implicit bias. Ja. Is het onderzoek daarnaar en daarmee bezig zijn
omdat het zo ongrijpbaar is, ook niet een recept voor waar we nu in zitten. Ja, is een hele goede observatie, ik denk het ook. En het is tegelijkertijd ook zo, wat je zegt, dat dus de strijd voor een meer gelijkwaardige wereld... Kijk, maatschappelijk en juridisch, qua zichtbaarheid en vertegenwoordiging, hebben we gewoon een hele hoop gedaan. We hebben vrouwen die nu kunnen stemmen, we zien ze overal. We hebben mensen van kleur binnengehaald. We hebben wetgeving zo goed mogelijk rechtgetrokken. Er moet nog wel wat gebeuren in de details. Maar ik zou zeggen, ja, we hebben toch voor een heel groot deel het wel bereikt. Ja. Dus de strijd die er nog ligt, dat zeg ik altijd, is ook in het onbewuste. Mm. He, dat er toch nog, ondanks alle vooruitgang... dat we allemaal zijn gesocialiseerd door die 12.000 jaar oude patriarchale samenleving... zonder dat we het erg hebben, zit dat nog in ons? Hebben we dat geïnternaliseerd? Dus het moet op het subtiele nu plaatsvinden. Hmm. En dat kan heel makkelijk misbruikt worden. Maar er is wel goede wetenschap om boven te krijgen van... wat zit er nou in ons onderbewuste? We weten bijvoorbeeld uit wetenschap, dat is wel één ding wat helemaal misgaat in woke... weet uit de wetenschap dat we het dus helemaal moeten wegtrekken van shaming en blaming en van schuld en schaamte. Ja, ja. Want het is niet vingerwijzen. Jij bent een racist, want het is in het onderbewuste. Ja. En het is iets wat mensen gewoon hebben en wat dus eigenlijk niet goed of slecht is. Ja. Dus je vraagt het aan mensen, van, je probeert, je kunt alleen maar bewust maken, ze uitleggen wat het doet met anderen, het proberen het empathisch vermogen aan te spreken en een gesprek te starten. En je kunt niet opleggen, weet je wel, die hele activistische strategie van vroeger, die werkt gewoon niet meer in dat onbewuste. Dus dat is een van de dingen die misgaat. Maar dus zo'n bias test kan wel zeker helpen om een beetje in kaart te brengen, wat heb ik in mijn onderbewuste? Ik spreek altijd over moderne uitsluiting en moderne homofobie. Zo van vroeger was het, werden homo's in elkaar geslagen en dan, als je dan de dader sprak, zei ze, ja, ik heb ook een hekel aan homo's. Als ik nu spreek met homofoben, die homo's in elkaar slaan, die zeggen allemaal, ik heb niks tegen homo's. Ja, en dan denk ik, waarom heb je hem dan in elkaar geslagen? En dan zeggen, ja, en dan komt er een verhaal, ja, maar hij deed me wel ongemakkelijk voelen. Ja, hij moet niet zo naar mij kijken en hij was wel een beetje verwijfd. En dan, dan probeer ik een stapje dan, dat homofobie is, weet je wel. En daar zit dus de bewustzijnstapje is er dan dus niet. Mm. Dus dat is een subtiel spel wat we moeten spelen, waar je heel makkelijk als een olifant door een porseleinen kast... kun je dat verstoren, dat emancipatieproces. En dat gebeurt dan ook. Ja. Je hebt natuurlijk onderzoek gedaan naar homo-geweld. Ja. Vooral in Amsterdam. Daar kwamen ook conclusies uit... waardoor je eigenlijk toen al een beetje schuin werd aangekeken. Ja. En over die pendulum, zeg maar. Hè, van bang zijn dat de tegenreactie heftiger gaat zijn... en dat je misschien eigenlijk juist terug in de tijd gaat... Mm-hmm. Volgens mij in de jaren 50 had je de laatste restanten van de status quo van Nederland. En opeens was homofilie een probleem. Hè, zo werd het ook genoemd. Mensen werden opgepakt en schunnige boekjes konden niet meer. En daarna was het hek van de dam en kwam de tegenreactie. Ja, ja. Dus die, volgens mij voelde die status quo aan zijn klompen aan van... er broeit iets. Ja. En dat, hè, waar we het ook al over hadden, van mensen voelen op de universiteit aan. Ja. Ik kan dit niet zeggen, ik kan dat niet zeggen. Ja. Dus het hangt in de lucht. Ja. Dan komt er een reactie op om dus heel erg heftig te reageren op dingen. Vroeger, wat, ja, is ook niet goed, maar dan had je het gewoon niet over dat de buurman homo was. Ja. Die kon zelfs in de kerk zitten. Ja. En dan, hè, nou, toen kwam er een enorme tegenreactie juist van... dat de christenen eigenlijk heel vrij begonnen te worden. VPRO komt erop en noem het allemaal maar op. Ja, ja, dus die tegenreactie... Ja, dat gaat op een gegeven moment waarschijnlijk botsen. Want dat vind ik zo bijzonder. Is dat eigenlijk is er een soort... zijn we van de witte oude mannen-hegemonie... Ja. Zijn we nu naar een soort van neoliberaal diversiteits, heel oppervlakkig diversiteit op bepaalde parameters. Je doet er een test en kan je het ook weer afvinken als bedrijf of instituut. Dat je dus eigenlijk op een gegeven moment een botsing gaat krijgen. Er zit geld achter. Ja. Dat wil ik eigenlijk ook nog verder uitdiepen. Van waar komt het geld vandaan en waarom dat geld? Ja. Maar ik denk dat dat op een gegeven moment elkaar gaat ontmoeten. Ja, en dus ik denk dat ik stel mezelf wel eens de vraag van... je hebt het zo interessant over die tegenbeweging. Ja. Die seksuele revolutie, die tweede feministische golf en die homobeweging toen dat begon. Ja.
Het was een hele interessante beweging. Het was heel subversief. Ja. Ging heel erg direct op ramkoers met de kapitalistische samenleving. Ja. Dat was ook een bedreiging voor de macht. Ja. Die vroege homo's, die waren echt heel erg bedreigend voor de elite en de vroege feministen. Voordat het sausje eroverheen kwam, hè, van dat politieke correctheid. Dus ik vraag me ook wel eens af van God, dat woke, wie komt dat nou zo goed uit? Ja, precies. Dat is we zijn eigenlijk gekaapt. Ja. Hè? Dus de dreiging die eruit gaat, intrinsiek van een subversieve homo zijn, of een subversieve feministische vrouw, mannelijke vrouw, vrouwelijke man, transgender, die rauwe strijd hem heeft doorgemaakt, daardoor is wakker geworden van wow, dit systeem is intrinsiek onderdrukkend. Dat heeft Michel Foucault ook over gehad. Ja. Van de homo heeft eigenlijk intrinsiek een hele interessante maatschappelijke positie door de eigen ervaring van niet in die heteronorm passen, word je wakker en dan zie je die heteronorm hangt vast aan de machtsstructuren. Is de homo eigenlijk bedreigend voor die machtsstructuren. En dat woke doet nu alsof het iets doet met homo-emancipatie en met diversiteit, maar de echte rauwe strijd van de zwarte beweging tegen de slavernij en van de homobeweging tegen de heteronorm en van de feministen tegen de mannelijke norm, die rauwe dreiging, die is geneutraliseerd. Ja. En dat is geneoliberaliseerd en dat wordt ingekapseld in die organisaties. Ja, en het wordt autoritair naar andersdenkenden toe. Dus het is een soort omdraaiing. En dat is ook waarvan ik denk van, zouden hier de belangen hierachter, ben ik ook wantrouwend naar. Ja. Ik zou er ook wel eens onderzoek naar willen doen. Van hoe is dat woke nou ontstaan? Ja. Welke belangen hebben meestal? Het gevoel van het geld. Ja. Ik vertrouw het helemaal voor geen ene meter. Nee, dat is heel interessant. Ja. Dat is echt eigenlijk ook best heftig als je er wat langer over nadenkt. Hè. Het is echt een soort van wat het net eigenlijk kwamen al een beetje tot de conclusie dat het wetenschappelijk echt een grote verandering is, over in ieder geval op de UvA dan, van wat is de functie van wetenschap, dat er ineens toch echt anders over nagedacht wordt, fundamenteel, vanuit een bepaalde normativiteit, dus er wordt net gedaan alsof er niks veranderd is, dat is ook zo bijzonder. Ja. Maar en dat geldt dus. En inderdaad, van wat zijn de belangen? Want dat is ook zo lastig. Het is zo contra-intuïtief dat je denkt van, als je naar waarheid zoekt, dan kom je juist niet uit bij waar we nu zitten. Nee. En dat zou toch, was ooit de functie van wetenschap. Ja, en van een universiteit. Ja. Want, als ze, vaak hebben ze wel zo'n Latijnse slogan en er zit altijd iets met waarheid zit er altijd in. Ja. En ik denk dat dat ook jammer is aan de kritiek op woke. Is dat het vaak gaat het over, is het net zo oppervlakkig als woke zelf? Ja. Dus het is heel reactief. Dus het gaat niet over van grote lijnen of precies, waar komt dat geld überhaupt vandaan. Hoe is het, om een mooie woke term, systemisch. Want het is systemisch. Heel nu, systemisch. Voor mijn gevoel. Ja, dit is ook waarom ik op Twitter had ik zo'n oproep gedaan van, we kunnen het weerwoord op woke niet alleen aan rechts overlaten. Ja. Dus ik vind het heel belangrijk dat linkse, progressieve, liberale mensen, ook intellectuelen, zich gaan buigen over dat woke. Want de kritiek, we moeten rechts heel dankbaar zijn, want die lopen hier al de hele tijd over het roeptoeteren. Ik word nu ook geholpen door rechts. De PVV stelt kamervragen over mij. Forum stelt kamervragen over mij. Sylvana zit mij zwart te maken. En Tim Hofman zit mij zwart te maken. Ja. Dus ik moet het van rechts hebben. Paul Cliteur helpt mij. Hè? Ja. Dus we moeten rechts heel dankbaar zijn dat zij waakzaam zijn op dat woke. Maar ik vind ook vaak rechtse kritiek op woke, wordt toch ook vaak, de transgender is ook helemaal niks. Denk, hallo hé, we moeten zo dankbaar zijn dat we genderclinics hebben. Hè? En dat we transgenders kunnen behandelen, bijvoorbeeld. Hè? Even als een voorbeeld. En is die LHBTI-emancipatie wel veilig bij die woke-critici van rechts? Nou, ik geloof er niks van. Dus daarom denk ik van, we zullen zelf als links-progressieve mensen uit die naïeve opvatting moeten stappen dat woke een rechtsframe is. Dat is het niet. Ja, het is een daadwerkelijk probleem wat ook met linkse taal te onderzoeken en te analyseren is. Het is namelijk neoliberaal. Ja. Er zit geld achter. Het is een bedreiging voor de woke is een bedreiging voor de patriarchale orde. Ja. Dus we zullen daar ook links, vanuit links-progressieve taal, ook
kritieken moeten geven. En dat is ook waar ik heb geprobeerd om een aanzet toe te geven. Zie je aanknopingspunten? Want inderdaad, op Twitter zie je gewoon, het is heel voorspelbaar. Extreem rechts, ja. Is pro. Ja. En de rest eigenlijk... Ja. Nou, ik denk dat de grootste groep eigenlijk gewoon zijn mond houdt. Ja. En dan heb je nog... misschien is het gewoon links extreem en rechts extreem. Ja. Wat zich ermee bemoeit. En de rest die denkt, alsjeblieft, betrek mij er niet in. Ja, ja. Nou, ik zie dus gelukkig, zie ik in mijn mailbox de afgelopen tijd, is echt naar mij uitgereikt vanuit allerlei scholen, middelbare scholen, hoger onderwijs, hogescholen. Mijn mailbox zit vol op dit moment. Dus ik moet nog heel veel mailtjes nog lezen en beantwoorden. Maar dan reiken allemaal mensen uit, ook hoogleraren. Ook van allerlei politieke kleuren en van allerlei verschillende faculteiten uit het hele land. He, dus het is een landelijk probleem en ik denk dat het heel belangrijk is dat we gaan nadenken met elkaar. En daar zal ik ook proberen om aan bij te dragen. Dat we bij elkaar gaan komen en een antwoord gaan geven. Mm. He, wat los staat van linkse of rechtse politiek. Ja. Maar wat het belang van vrij onderwijs en vrij onderzoek voorop stelt. Geen hetsen tegen diversiteitsbeleid, want dat is het laatste wat we moeten doen. Blijven zien wat dat ook allemaal oplevert. Ja. Geen hetsen tegen woke aan zich. Ja. Er zitten hele goede dingen in. Maar wel echt gealarmeerd nu zien van als dit zo doorgaat, dan vreet het hele vrije onderwijs en onderzoek in Nederland op. En ja, dat is gewoon koren op de molen van de totalitaire tijdgeest. Dat mag niet gebeuren. Ja. We moeten vrij kunnen blijven denken en spreken in onze onderwijs- en onderzoeksinstituten die door de belastingbetaler worden betaald. Dus we hebben daar echt een publieke verantwoordelijkheid, vind ik, om bij elkaar te komen. Ja. En ja, dat is duidelijk uit te stralen dat dat niet een links- of een rechtsproject is. Ja. Ja, en toch, hè, want het niet links, niet rechts. Uiteindelijk denk ik, zeg maar, je kan wokies en wappies met elkaar vergelijken, maar er zit een, daar kwamen we eerder ook al een keer op, dat een wappie heeft geen macht. Mm-hmm. Als je wokie bent, dan kun je in ieder geval aanspraak maken op de status quo. Op sommige plekken wel, ja. 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 En die wappie gewoon nergens. Nee. Er is geen instituut voor wappies. Nee. En dat is denk ik het gevaar. Dat als je dan zo'n neutraal initiatief doet en je betrekt die wappies erbij, ben je meteen besmet eigenlijk. Ja, maar ik bedoel met neutraal juist dat zowel rechts als links zich erin vertegenwoordigd voelt. Ja, maar en ik denk dus dat dat het probleem is van deze tijd. Ja. Is dat er is goed en fout. Ja. En eigenlijk als je verbinding zoekt, ik denk, je merkt het al, misschien juist met een kanaal als De Nieuwe Wereld ook, die dus eigenlijk probeert om juist contact te houden met de instituten, met de mainstream, om het zo maar te noemen. Wordt fout. Ja, je bent gewoon fout, omdat je ook verbinding zoekt met mensen die kritisch zijn of afgehaakt. Maar ik denk dus laten we dat proberen dan nu anders te doen. Dus we hebben toch een keer mee moeten breken. Ik denk ook dat het tijd is voor een nieuwe definitie van diversiteit. Mm. Echt superdiversiteit. Diversiteit is voor mij echt radicaal uit je comfortzone. Dus laten we die wokies en die wappies met elkaar gaan praten. Ga eens praten, een bijeenstemmer met een ongevaccineerde forumstemmer. En dat echt ook zonder elkaar weg te zetten, het oordeel naar achter. En natuurlijk gaat het dan pijn doen en kwetsen over en weer. En dan zal er ook weer even afstand moeten komen, omdat we dan te veel pijn hebben gedaan. Maar dit is wel superdiversiteit. Dit is de diversiteit waar we naartoe moeten. Echt radicale verschillen overbruggen, dat zullen we echt moeten doen. Elkaar willen te vinden over het hele spectrum heen. Als dat niet lukt, dan zullen we uit elkaar worden gespeeld. Hè? Daar maak ik me echt zorgen over. Want dat is natuurlijk de verdeel en heers die er nu gaande is. Is koren op de molen van een wereldwijde elite die hier gewoon baat bij heeft. Ja, dat laatste is natuurlijk heel spannend en interessant. Ja. Je komt al snel uit inderdaad op, want het is heel elitair ook, hè? Ja. Zeg maar de Ivy League universiteiten in, hè, dus de hoogste instituten in de academische wereld in Amerika, zijn ook, knetter we ook eigenlijk. Ja. Als je daar geschiedenis op geschiedenisfaculteit, zelfs daar zo. Is het gewoon dat je echt
Welke onderwerpen kun je onderzoeken, wat niet. Welke literatuur is wel niet goed. Ja. Je hebt niet genoeg vrouwen gequote. De bronnen hebben geen vrouwen. Niet genoeg mensen van kleur geteld in je curriculum. Ja. 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 En dat elitaire, ja. Dat is wel fascinerend ook. Want dan kom je bij zo'n kliekje. Je hebt volgens mij ook Ike, onze reptiele man, ja. Niet verdedigd, maar wel van, joh, heb nou begrip voor mensen die daar... En zie ook wat Ike ons brengt. Ja. Dat het eigenlijk ook een hele interessante denker is. Het is zo makkelijk om zo iemand weg te zetten. En proberen ze te verplaatsen. Dit is wat ik heb geleerd van die oude UvA. Dit is wat ik heb geleerd van de mensen om me heen. Van haal dat oordeel eens een keer weg. Ja. En ga eens gewoon in gesprek. Kun je er wat van leren? Ja, en je mag oordelen hebben en je mag gekwetst zijn en pijn hebben. Dat is allemaal ook legitiem, maar het gaat nu helemaal overheersen. En een beetje een prikkelende vraag. Is woke een product van de reptielen? Hè? De elite reptielen, zeg maar. Ja. Niet serieus, maar... Ja, maar dit is wel een beetje wat ik bedoel. Het komt dus, het is onderdeel van een verdeel- en heersagenda. En Ike zou dit eens noemen, het archetype van het reptiel, hè. Dat is verdeel- en heers. Hè. Dat is angst, controle, mensen uit elkaar spelen. Mm. Ja, dus dat is vooral wat ik zou willen laten zien. Van, laten we nou kijken dat woke zelf verdeeldheid aan het creëren is. Hè. Ja. Het is een wolf in schaapskleren aan het worden. Ja. Nou denk ik ineens van David Icke kan in archetypes denken. Ja. Het wordt bijna gênant om elke keer wokies te zeggen. Het is ook een soort van scheldwoord. Maar ja, ik weet maar wappies even... ook, hè? Dus, ja, precies. Ja. Maar dat ze dus een bepaalde... Ze hebben eigenlijk hele abstracte eisen voor de samenleving. Mm-hmm. Van, je weet bijvoorbeeld niet wanneer iemand, als hij non-binair is... en ze hebben dan neo-pronouns of zo. Ja. Je hebt geen idee op welk moment je wat tegen zo iemand moet zeggen. Nee. Maar er is ook een totaal gebrek aan verbeelding of aan dat je dus in archetypes kan denken zoals een eik dat wel kan. Ja. De kritiek van eik dan is, ja natuurlijk zijn er geen reptielen die de wereld besturen. Ja, het wordt zo afgerekend of is het waar of niet. Ja, dus dat is weer dat oude verlichtingsdenken. En de waarde van Ike wordt afgemeten aan de vraag of er wel of niet reptielen zijn die de aarde stiekem besturen. Ja. En dat is dus ook, zo ben ik dus, dit heb ik geleerd op de UvA, de oude UvA. Het gaat daar niet om of dat waar is of niet. Het gaat om, wat is dat voor een beweging? Wat vertegenwoordigt dat? Wat belichaamt dat? Welke belangen worden vertegenwoordigd? Wat is de wijsheid die erin zit? Ja. Wat bindt die mensen met elkaar? En ik zou het mensen zo gunnen in mijn progressieve, liberale UvA-bubbel... die hier allemaal op neerkijken. Ja. Die het allemaal gevaarlijk vinden en slecht. Ja. En wappie en een bedreiging. Ja. En die dus hun eigen agressieve fatsoensbedreiging helemaal niet zien. Ja. Maar dit dan allemaal wegzetten en de waarde niet zien. Nee. Ja, en andersom ook, hè? Nou, dus zeker. Bij die Ike-bezoekers en bij forumstemmers... Ja, ga je eens verdiepen in die woke-wereld. Ja. Want in het diversiteitsdenken... Ik heb het zelf geleerd. Het is echt ontzettend leuk ook op een gegeven moment... om je te verdiepen in... hoe ben ik gesocialiseerd door die geschiedenis van dat witte Nederland... en die VOC-mentaliteit, dat zit echt nog in mij. Onbewust heb ik dat gewoon overgedragen gekregen van mijn voorouders. Zit dat in mijn familie? Kun je gesprekken overvoeren met je broers, met je zussen, met je vader, met je moeder? Weet je, daar zit ook waarde in. Ja. Hè? Dus dat uitwisselen, dat hoop ik zo dat mogelijk kan worden. Ja. Ja, ik denk dat we een mooie aanzet gegeven hebben. Ja, zeker. Mooi gesprek. Laurens, dank. Graag gedaan. Beste kijker, als je dit filmpje ziet, houd je kennelijk van de lange en verdiepende gesprekken van De Nieuwe Wereld. Wil je meer van onze video's zien? Klik dan op de afbeelding hier links. Of beter nog, abonneer je op ons kanaal. Je kunt ons natuurlijk ook steunen en daar zijn wij zeer op aangewezen. Klik dan op de afbeelding rechtsboven in beeld of ga naar de beschrijving hieronder voor meer informatie. Ik dank jullie bij voorbaat van harte.